Goeiedag. Deze vrijdagochtend was het een vleugje winters met op veel plaatsen een graadje vorst. En die winterhandschoenen kwamen dan ook weer goed van pas. En die gaan we de komende 30 dagen misschien nog wel vaker nodig hebben. Maar als we de weerkaarten bekijken, dan is de kans op echt koud winterweer voorlopig toch wel erg klein. De afgelopen dagen hadden we vaak te maken met een rustig en ook vrij bewolkt weerbeeld. En als we de weerkaarten van het Europese weermodel erbij pakken, dan lijkt de kans vrij groot dat we komende week een terugkeer krijgen van dat rustige weerbeeld. We zien hier aan de roze en paarse kleuren toch wel weer grote kans op een terugkeer van een hoge drukgebied hier boven het noordwesten van Europa. Ja, en met die stroming om dat hoge drukgebied heen komt toch tamelijk milde en vochtige lucht onze kant op met een overwegend westelijke stroming. En de komende weken, de komende 2 en 3 weken, dan verandert dat patroon eigenlijk heel weinig. En als we dan even vooruit springen naar de 4e week, dan zien we ook dan die hoge drukgebieden nog duidelijk terug in de weerkaarten. Hier de roze kleuren boven een groot deel van Europa. Wat wel opvalt is dat de as van dat hoge drukgebied, waar die ongeveer in het midden komt te liggen, die is wel wat zuidelijker verplaatst. En dat betekent wel dat de stroming in onze omgeving dan echt overwegend westelijk gaat worden. En dat we dus met die aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan te maken houden. Met de positie van een krachtig hoge drukgebied hier betekent dat wel dat aan de oostflank van dat hoge drukgebied natuurlijk wel wat koudere lucht naar het zuiden afzakt. En dat komt dan vooral in het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied terecht. Dat valt ook terug te zien aan de temperatuur hier dus. Met die noordoostelijke stroming zakt die koude lucht af richting Griekenland en Turkije. Daar kan het af en toe ook wel tot een sneeuwbui komen. Terwijl bij ons in de omgeving toch wel, ja, we zien het eigenlijk hier al wel een beetje, een soort pluim van milde lucht die vanaf de Atlantische Oceaan en de Noordzee dus het weer bij ons gaat bepalen. Scandinavië springt er ook duidelijk tussenuit met die donkerrode kleuren. Daar is het echt vrij zacht voor de tijd van het jaar. En ook de komende weken blijft dat patroon wel in stand. Bij ons dus een overwegend westelijke stroming en een vrij mild weertype. En ook in de periode tussen 14 en 21 februari zien we nog wel die rode kleuren hier in onze omgeving terugkomen. En ook dat wat koudere weer hier in het oosten van Europa aan de oostflank van dat hoge drukgebied, dat lijkt ook in stand te blijven als we deze weerkaarten moeten geloven. Welk neerslagpatroon hoort dat dan bij? Nou, met zo'n hoog drukgebied bij ons in de buurt en eigenlijk ook pal boven ons hoofd zijn de neerslaghoeveelheden vaak niet echt noemenswaardig. Valt ook weer in de kaart terug te zien, toch overwegend oranje kleuren hier bij ons in de buurt. Wat droger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Nou is februari en januari van zichzelf ook al wel vaak aan de droge kant. Nou, uit die aaneengesloten wolkenvelden kan af en toe natuurlijk wel wat lichte regen of motregen gaan vallen. En als dat hoge drukgebied een keer van plek verwisselt, kunnen er natuurlijk wel wat storingen overtrekken. Zoals afgelopen week ook het geval was dat er af en toe wat buien overtrekken. Nou, om dat hoge drukgebied heen natuurlijk die weststroming. Dat levert langs de westkust van Noorwegen nog wel wat regen op. En ook in het Middellandse Zeegebied met die koude stroming dus kans op wat buien. Mogelijk ook met een winters karakter. Nou, voor de echte winterliefhebbers zijn deze kaarten waarschijnlijk niet echt goed nieuws, want dat hoge drukgebied ligt eigenlijk op de verkeerde plek voor echt koud winterweer in onze omgeving. Wel kan het af en toe natuurlijk een graadje vriezen 's nachts en overdag is de temperatuur vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Misschien iets aan de milde kant, dus door die weststroming. Ja, met die hoge drukgebieden bij ons in de buurt zijn de neerslaghoeveelheden vaak beperkt. Dus van sneeuw en flink wat regen is voorlopig waarschijnlijk ook geen sprake.